Nou, volgens mij ben ik live. Ik ga even mezelf opzoeken op de iPad. Ja, ik heb mezelf gevonden. Dag Yvonne. Eerst wil ik graag weten of jullie mij kunnen horen. Hoi Corine. Hoi Anja. Hoi Jeanette. Hoi Tineke. Ah, Yvonne zegt al, ik hoor je. Nou, oké, okay, dat is mooi. Dat vind ik fijn om te weten. Ik ga vandaag een cadeautjeskaart maken. Dit ontwerp heb ik gezien op Pinterest. Dus ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb het wel zelf uitgewerkt, uitgemeten en zo hoe ik het in elkaar moest flansen. Maar het idee is dus niet van mezelf. Ik heb het ook gewoon gezien elders. Je kunt hem niet versturen. Dus hij is wel heel leuk om te maken en om cadeau te geven. Ik zou hem zelf in een cellofaan plastic verpakken met een leuke strik erom. Oh, daar ging Moppie door beeld heen. Ja, de katten zijn heel nieuwsgierig wat ik aan het doen ben. Ik had een boodschappenlijstje had ik bij het evenement gezet. En daar kon je dus de maten vinden van de scrappapier en cardstock wat ik gebruik. En daar kun je zelf meedoen als je wilt. Ik heb alleen één opmerking. Bij dit scrappapier van 15 bij 15 had ik eerst staan 15,1 bij 15,1. Dat heb ik later aangepast. Dus heb je dat in het begin overgenomen, dan zul je er 1 mm even van af moeten halen. Dat is zodat die 15 bij 15 is. Dit is mijn cardstock. Die is al 14,8 bij wat was het ook weer? Ja, bij 21 bij 14,8. Ja. En daar ga ik mee beginnen. Daar ga ik even wat uithalen. Ik meet 3 centimeter vanaf de rechterzijkant. Centimeter en ik meet vanaf dat punt meet ik 5,1 naar links toe. Dan leg ik mijn liniaal met 5,1 naar het midden. En dan snijd ik hem van 5,1 naar 10,2. Dus dan heeft hij aan allebei de kanten 5,1 centimeter. Ja, Yvonne, ik wil dat ook op YouTube hebben. Dus ik hoop dat het ook goed gaat met opslaan van de video. Dat is elke keer weer spannend wat Facebook nu weer aangeeft.
voor optie na het filmen, want het verschilt nog wel eens per keer en ik weet ook niet waar dat aan ligt. Volgens mij doe ik elke keer hetzelfde. En zo heb je dan ook weer 5,1. Hier nog een beetje vast. Dus het gat van deze kaart is nu 5,1 bij 5,1. En daar past het doosje straks in. Ja, dus 3 centimeter vanaf de rechterzijkant. En dan 5,1 naar links. En naar boven en naar beneden 5,1. Christel, deze kan je niet versturen. Deze is echt om cadeau te geven met een leuk cadeautje in het doosje. Dan hebben we het designpapier van 15 bij 15 centimeter. Ik heb de hulplijn al getekend. Normaal doe ik het alleen met puntjes, maar even voor de duidelijkheid heb ik ze hele strepen getrokken. Deze is 15 dus in de breedte en 15 in de hoogte en die teken je af op 5 en 10 centimeter. En ook aan de zijkant op 5 en 10 centimeter. En daar maak je 2 rillijnen van. Ik gebruik een vouwbeentje van Craft Emotions. Sowieso alle artikelen die ik gebruik, die vind je in, bij de nieuwe artikelen en dan de Facebook Live map, die vind je daar. En daar staan de artikelen die ik gebruik. Dus, zijn jullie ook mee aan het doen of zijn jullie aan het kijken? Misschien wil je het eerst zien voordat je het zelf maakt, kan ik me helemaal voorstellen. Dan doe ik deze kant, snijd ik links en rechts snijd ik open. En de middelste wordt een vouwlijn. En dan deze ook. Nou, de meesten zijn aan het kijken. Greta is aan het meedoen, lees ik. Nou, gezellig Greta. Nou, en meekijken is natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen. Zo wordt het een doosje. Zo ga ik het in elkaar lijmen. Ik begin maar meteen met het lijmen. Ik gebruik gewoon een alleslijm. En dan vouw ik één flapje tegenaan.
En dan lijmen we nog een gedeelte. En ook dat flapje lijmen we vast. En aan de andere kant gaat precies hetzelfde. Wordt van de week mooi weer, hè? Volgens mij was het vandaag ook wel al aangenaam. Een beetje zacht weer. Maar ik ben de hele dag binnen geweest. Dus ik heb er niks van gemerkt. Maar volgens mij wordt het elke dag een beetje beter. Ik ben wel benieuwd, want ik ben donderdag vrij. Dus een beetje zon kan ik wel gebruiken. Dan kunnen we de tuinwinter klaarmaken. Dus dit is het doosje. En nou, die heeft natuurlijk ook een dekseltje nodig. Ook die heb ik al met hulplijnen klaargezet. Dit is 7,2 bij 7,2 centimeter. Zoals ook in het boodschappenlijstje staat. Nu neem je van allebei de kanten 1 centimeter en die lijnen gaan we ook weer rillen en insnijden. Het papier wat ik gebruik, dat is van het mooie blok van Kaiserskraft. Ik weet niet of jullie dit gezien hebben, maar dat is het mooie papier en van het doosje. En het heet Peace and Joy. Maar ook die vind je bij de nieuwe artikelen en aan de Facebook Live groep. Daar staan de producten in die ik gebruik vanavond. Ik ga hier weer een rand rillen. En nog een rand met de vouwbeen. En bij de andere rand snij ik de zijkanten weer open en ril ik het middelste gedeelte. In het begin van de video heb ik al verteld dat het niet mijn eigen idee is, maar dat ik dit op Pinterest voorbij heb zien komen. Ik ben wel zelf gaan meten om te kijken hoe ik het in elkaar moest flansen. Ik ril op 1 centimeter, Jeannette. Van alle zijkanten 1 centimeter. En dus twee kanten snij je open, de zijkantjes, de flapjes. En die gaan we ook weer vastplakken. Je kunt natuurlijk ook dubbelzijdig tape gebruiken. Ik werk veel met lijm. Nou, de katten zijn ondertussen naar buiten, want ik heb de kattenluik gehoord. Die gaan graag 's avonds naar buiten als het donker is. Dat vinden ze spannend, denk ik.
gaan ze op jacht op naar insecten. Zo, dat is dan mijn doosje. En als het goed is, past die. Past die hierin. En het is soms een beetje lastig om hem erin te krijgen, vooral als het dekseltje los zit. Maar ik heb er moet een lintje omheen, maar die ben ik vergeten mee te nemen uit de winkel. Dus ik doe hem even zonder lintje. Maar het voorbeeld heeft wel een lintje. Kun je gewoon eromheen draaien en een strikje maken. Dan heb ik nog een strook van 5 bij 14,3 uit designpapier. Die gaan we ook eventjes vastplakken. Dan heb ik een hele leuke tekst, laat maar zeggen. Ik zal even wit papier eronder houden, dan kunnen jullie hem beter zien. Daar staat op kerstwensen, feestdagen, warme winterwensen. En ik gebruik het woordje cadeautje, een klein cadeautje voor jou. Deze stempel krijgen we woensdag weer binnen, maar ik heb hem al online gezet, zodat hij te bestellen is. En woensdag krijgen we hem binnen, dus dan kunnen we hem versturen. Het past natuurlijk precies bij het cadeautjeskaart. Met de tekst een klein cadeautje voor jou. Of voor jullie, kan je ook maken. Want er staat ik wens jou en wij wensen. En nou, voor jullie staat er niet op. Oh jawel, hier staat jullie. Nou ja, dus kun je zelf combineren wat voor jou het beste uitkomt. Ook deze vind je bij de nieuwe artikelen. En bij de Facebook Live groep. Ik gebruik mijn stemplatform. Omdat als het niet goed gaat, kan ik hem nog een keertje stempelen. Op dezelfde plek. Ik leg hem in de hoek. Misschien dat jullie het niet helemaal kunnen zien. Het kan zijn dat het een beetje buiten beeld valt. En ik begin met het woordje cadeautje. Dus in principe, ik probeer hem een beetje op te schuiven. Leg ik het stempeltje zo neer. Dan doen we de deksel dicht en open. Nu valt het buiten beeld. Dan staat links zit mijn stempeltje. En die beïnkt ik gewoon met VersaFine zwarte inkt, Onyx Black. En dan druk ik hem af op het papier. Nou, hij heeft hem in één keer goed afgedrukt, maar had hij nou een beetje wazig geweest, dan had ik hem nog een keer op dezelfde plek kunnen afdrukken door het stempelplatform wat ik gebruik.
Dan heb ik nog een stempeltje. Een klein cadeautje. Ja, wat stop je erin? Je kunt er snoepjes in stoppen. Dat lijkt me wel leuk. En wat zouden jullie erin stoppen? In zo'n klein cadeauverpakking. Een klein heeft hij ook. En dan voor jou. Zoals ik al eerder had gezegd, je kunt hem niet versturen. Het is geen opvouwbaar doosje. Dus het is leuk om een cadeau te geven. En dan is het leuk. Denk ik zelf om hem in een cellofaanpapiertje te verpakken. En zo hebben we de tekst. Nou, het is even een beetje priegelen om hem goed te krijgen. Maar zo heb je dus een cadeautjeskaart. Er hoort een lintje omheen te zitten, maar zoals ik al zei, het lintje ben ik vergeten mee te nemen van het werk. Oh, hij valt buiten beeld, zie ik, dus ik ga hem even opschuiven. Ja, Jeannette en Marga, bonbons kun je er lekker in doen. Dat is wel een goed idee. Daar is het wel een geschikt formaat voor. En je kunt het, ik heb het nu voor met kerstpapier gedaan, maar je kunt natuurlijk ook heel leuke babykaarten meemaken. En dan stop je leuke sokjes erin. Of een speen, of wat dan ook. Voor huwelijk kan je dit maken. En dan doe je er, misschien doe je er geld in. Of iets anders toepasselijk. Een verjaardag, voor de verjaardag kun je het ook maken. Kun je ook weer iets kleins erin stoppen of geld of wat dan ook. En dat zeg ik, het is, om het te geven is het hartstikke leuk. Alleen ja, hoe je het moet verpakken, dat is een wat lastiger iets. Maar ja, ik denk zelf in een cellofaan papier wikkelen, een mooie sticker omheen. Dus nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En... tot de volgende keer. Fijne avond.